ik moest mijn best doen om mee te zijn, maar ze waren een beetje getelefoneerd. Ik denk dat het heel moeilijk was voor hem om een goede moment te kiezen. Edward die speculeerde een beetje, maar ik wist ook dat in mijn voorhoofd was dat er toch wat gang in bleef. Dat als het echt een keer zou stilvallen en we beginnen dan te demareren, dan moet je op een gegeven moment toch eens gaan kiezen op wie dat je wel en niet reageert. Terwijl nu probeer je snel er altijd in te houden. En, ja, als je 50 per uur rijdt, dan kun je dan 55 demareren, maar dan is de verrassingseffect natuurlijk niet zo groot. Dus het was jammer voor Remco, maar ik denk niet dat hij veel andere dingen kon doen. Je sprint content van de lengte van de kracht van de paal dat je kon geven aan zo'n koers? Want op de Tour zal het ook van pas moeten komen. Ja, ik denk, Teuns moet je niet onderschatten, hij is een snelle man. En ook, wat ik al zei, ik speculeer echt wel op die sprint, denk ik. Dat is een goede recht. Dus dat was misschien iets frisser, maar de sprint kan altijd beter natuurlijk. Ik weet het niet. Ik heb gewonnen, dus het maakt niet uit. Ik weet niet naar je waarde gekeken van die wattage of zo, dat je zegt van, dat is goed of... Nee, ik heb nog niet gekeken, dus dat weet ik niet. Vrijdag was dat is kampioen worden vandaag, je waren op het laatste wagen dag. Je bent nu toch wel als kampioen, sta je verder dan je hoopt ook, dat je wist. Ja, automatisch wel. Ja. Ik had deze koers denk ik gewoon ook zeker nodig richting de Tour. En, ik heb heel veel kampioenschap echt naartoe geleefd al en dit was weer een beetje zo van ik pak het erbij, maar dan als je dan in de koers zit dan wil je toch winnen en zeker nu je die trui pakt, we zijn natuurlijk heel content, maar het is wel helemaal anders naartoe geleefd dan gewoonlijk. Dat is echt dat ook je toerplan een beetje mocht naar boven herzien? Ik heb altijd gezegd dat ik me niet zomaar nog niet ben eerlijk dat ik geen kans maak in de eerste week. Ik blijf het zeker proberen en ik denk dat ik vandaag natuurlijk wel vertrouwen heb gekregen en dat ik zeker dat ik beter in orde ben dan ik misschien zelf denk. Natuurlijk ga ik het eerste weekend proberen en hopelijk pak ik dat goed uit. En anders wordt het een heel mooi weekend en een heel mooi trui. Heb je Nathan al gesproken? Want hij heeft ook nog een stoppingswerk gericht. Ja, heel kort na de finish. Als we zien maar met twee aan de start, maar toch. Weer al de ploegmaat van Goud daar. Ik heb een mooie koers gereden dit jaar met Nathan en vandaag weer. Ik ben hem heel dankbaar dat hij dat gedaan heeft natuurlijk. Nog twee vragen jongens. Is het nu binnen de stage of de rits naar hier van Tine naar België? Want ik hoor twee dagen, dus ik heb in de kleren. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Je kunt dat niet weten, hè, wacht het mee. Je ziet wat echt van Boela van Goe, dat was de contact misschien. Ja, wat ik zei, klinkt belachelijk, maar ik pakte deze koers een beetje mee hoe dat kwam. En niet echt, in principe zou je zeggen, je komt op 2-3 dagen vroeger naar huis op zijn minst. Als je ambitie hebt, ook bij EK om op je best te zijn. Ideaal was dat niet, maar zo zie je maar dat... dat theorie en praktijk soms een beetje anders ligt en ik had toch goede benen, anders winnen niet natuurlijk. Wout, hoeveel ritten mogen we opschrijven voor een ronde van Frankrijk? Dat is een stomme vraag. Als je denkt dat zo gemakkelijk is, dan... Waar loop je zelf op? Een stuk of 4-5 zo, dan ben ik aan het Oké, bedankt. Hier de laatste rit.